Ik ben het meest trots op het feit dat ik de Joke Schmidprijs heb gewonnen. Dat is een oeuvreprijs voor degene die op het gebied van vrouwenemancipatie van groot belang is geweest voor het land. Nou ja, dat is fantastisch als je die wint natuurlijk. Ik zeg altijd dat ik in de vrouwenhandel zit en mannen die krijgen dan meteen zoiets interessant. Maar mijn bedrijf SheConsult is gericht op vrouwen en de missie van SheConsult is meer vrouwen aan de top. Dat doen we met een eigen uitgeverij, dat doen we met een loopbaancoachingsbedrijf, dat doen we met mijn boeken het spreken voor publiek. Ik heb de Joke Schmidprijs gewonnen in mijn uitingen en mijn personal branding ben ik daar helemaal. Daar ben ik te veel ingegaan. Mijn coachingsportefeuille, nou ja, die liep een beetje terug. En toen dacht ik, goh, wat doe ik nou anders? Dat is dan toch sinds die prijs. Die prijs is hartstikke leuk, alleen daar verdien ik helemaal niks mee. En toen heb ik het aangepast en ik ben wat meer weer richting persoonlijke ontwikkeling gegaan. En dan zie je ineens weer, whoops, die omzet omhoog gaan. De boodschap is dat personal branding komt heel nauw. Dat hoor ik terug van heel veel ondernemers, dat ze dat echt lastig vinden om een goede prijs te vragen. Hè. Dan zijn ze bijvoorbeeld met iets ik noem maar 10 uur mee bezig geweest. Dan zeggen ze, nou, breng dan maar 5 uur in rekening of zo. Waarom niet gewoon 10 uur in rekening brengen? In plaats van dat je zegt, wat ik heb afgeleverd is gewoon goed en dat is geld waard. En ik vraag daar gewoon, weet ik veel, 10.000 euro voor, noem maar wat. Ik raak vrouwen. Dat weet ik gewoon, dat mag wat kosten. Dat hoef ik niet te doen voor een flesje wijn en je mag mee eten. Weet je, nee, daar staat gewoon een tarief tegenover. Ik vraag 2,25 per uur voor een coachingssessie. Dat is aan de bovenkant van de markt, ja. Wat ik bij veel ondernemers fout zien gaan is de acquisitie. Als ik ergens binnen wil komen, dan heb ik een soort targetlijstje en dan maak ik gewoon een plannetje van hoe kom ik daar binnen, wie ken ik daar, wie kan ik voor mijn karretje spannen. Dat ik dan bijvoorbeeld zeg van volgende week woensdag ben ik bij je in de buurt. Hè? Lijkt me leuk om even een kopje koffie met je te drinken of helemaal niet zo lang, maar gewoon dat we elkaar even gezien hebben. En dan ben ik helemaal niet in de buurt, maar 9 van de 10 keer zeggen ze van oh ja, prima, hartstikke leuk. Alles in de cloud. Dat vind ik echt zo handig, zo fijn. Ja, ik heb ook alles in de cloud. Ik heb echt niks op de harde schijf. Nee, dat doe ik niet aan. Nee. Ik wil ook overal altijd bij kunnen. Dat is gewoon makkelijk.